RHEL 8 is nu een paar maanden beschikbaar. Wat is de grootste verandering ten opzichte van de vorige versie? Ja, dat is eigenlijk een behoorlijke lijst. In RHEL 8 zijn we bezig geweest om het leven van developers makkelijker te maken door ze nieuwere versies van programmeertalen en nieuwere versies van databases aan te bieden op een hoger tempo. We zijn bezig geweest om het leven van systeembeheerders makkelijker te maken. Zeker mensen die bijvoorbeeld uit de Windows-hoek komen. Daar hebben we nu een grafische interface voor. Die dan wat makkelijker kunnen beginnen met het doen van system administration taken. Zoals het beheren van netwerkverbindingen, het beheren van storage. Het updaten van de software en dat soort dingen. We hebben functionaliteit toegevoegd waarmee RHEL 8 beter draait op allerlei verschillende public clouds. En het makkelijker wordt om images te maken die je dan vervolgens op allerlei public clouds kunt draaien. En we hebben nog een hele hoop andere verbeteringen doorgevoerd waarmee bijvoorbeeld het file system performance verbetert en security makkelijk te beheren is. De voordelen voor ontwikkelaars, kun je daar iets over vertellen? Ja, absoluut. Een van de belangrijke voordelen voor ontwikkelaars van RHEL 8 is wat we noemen de webconsole. Webconsole maakt het beheren van een systeem makkelijker. Het is niet het dagelijks werk van een ontwikkelaar om Linux-systemen te beheren. En met de webconsole worden taken die ook een ontwikkelaar soms zou moeten uitvoeren, zoals het aanpassen van de netwerkverbinding, om even een dwarsstraat te noemen, wordt een stuk makkelijker. Een beetje rondklikken in een grafische interface. En de tweede belangrijke feature vanuit het perspectief van een developer is wat we noemen AppStreams. En AppStreams is een set software repositories binnen RHEL 8, waarmee we programmeertalen en databases sneller in RHEL 8 kunnen brengen. En die kunnen installeren op de plek waar een developer ze verwacht. En dat is een beetje anders dan het was op RHEL 7 met software collections. Die stonden op een beetje merkwaardige locaties af en toe. In RHEL 8 is dat exact de plek waar ze verwacht worden. En ze kunnen veel sneller geüpdate worden dan de rest van het operating system. Wat zijn de voordelen voor beheerders in RHEL 8? Ja, dat is ook een behoorlijke lijst. Zoals ik net noemde, zitten er de standaard wijzigingen in omtrent de performance van het file system en het makkelijke beheren van security settings op heel system-wide niveau. Ook voor mensen die uit een andere hoek komen dan Linux is die grafische webinterface voor beheer weer heel erg handig. Er zit ook in die grafische webinterface een tool die heet Image Builder, waarmee makkelijk images gemaakt kunnen worden die je dan als VM's kunt uitrollen op de verschillende public clouds. En nog een hele hoop andere dingen, zoals integratie met Ansible, waarmee we leveren nu iets mee dat heet Ansible System Roles, waarmee wij alvast Ansible content meegeven aan het operating system, die dan door beheerders eigenlijk alleen nog maar gebruikt hoeft te worden, om bijvoorbeeld tijdsynchronisatie in te stellen. Daar is standaard Ansible content voor. En nog een hele waslijst. Ja. Misschien is niet iedereen bekend met Ansible of gebruiken ze het nog niet. Wat lopen ze mis als ze zich daar nog niet in verdiept hebben? Nou ja, om mee te beginnen, die system roles. Hè. Je kunt op het moment dat je geen Ansible kan gebruiken, om wat voor reden ook, kun je dus die standaard content die wij meeleveren duidelijk niet gebruiken. Bovendien hebben we nu een dienst, een cloud dienst, dat noemen we Insights. En in die cloud dienst kun je je systeem eigenlijk, preventief controleren op een aantal problemen die wij kennen vanuit eerdere support cases en dat soort dingen. Op het moment dat wij zo'n probleem herkennen op basis van een heel klein beetje informatie dat jouw systeem met enige regelmaat naar de customer portal stuurt, kunnen we je ook een klein playbookje aanreiken op basis waarvan je die problemen kunt gaan voorkomen. Dus om even een dwarsstraat, de Spectre vulnerability en bepaalde processoren van een tijdje terug. Daar hebben we een playbook voor die jou zorgt dat je microcode geüpdate wordt en dat je kernel geüpdate wordt, zodat je systeem daarna niet meer vulnerable is. En dat zijn niet alleen dingetjes over het updaten van packages, dat gaat ook om het aanpassen van configuratie. En dat zorgt ervoor dat je systeem stabieler is, sneller is en minder veiligheidsproblemen heeft voordat die echt een probleem wordt. Dus Insights is niet alleen een monitoring tool, het kan ook echt actie ondernemen? Het kan absoluut echt actie ondernemen en dat kan dan wel door het downloaden van zo'n playbook die wij automatisch genereren op basis van de informatie die wij dan van je systemen krijgen. Dan wel volledig automatische remediation door middel van Ansible Tower. Oké, we hebben ook iets gelezen over Red Hat Smart Management. Kan je daar iets over vertellen? Ja, dat Smart Management is eigenlijk een nieuw product waar een aantal bestaande offerings al in zitten. Tegenwoordig koop je je satellite servers door het aanschaffen van Smart Management voor al je systemen. Dan mag je net zoveel satellites en net zoveel capsules bouwen als je nodig hebt om jouw datacenter optimaal in te richten. Daarnaast krijg je toegang tot een tweede set cloud diensten naast Insights. En die tweede set cloud diensten noemen we dan Cloud Management Services for RHEL. En daar zit bijvoorbeeld een tool in waarmee je alle CVE's kunt zien, zoals die op al jouw systemen aanwezig zijn.
aanwezig zijn. En dat is handig om te rapporteren aan je security afdeling. Je kunt compliance monitoren door middel van OpenSCAP. Dus dat kan ook handig zijn om te verifiëren dat je systemen voldoen aan PCI, DSS. Ook handig voor om te rapporteren aan de beveiligheidsafdeling. Je kunt systemen met elkaar vergelijken. Dit systeem doet het wel, het andere systeem doet het niet. Waar komt dat door? Wat is het verschil tussen deze twee systemen? En daar kunnen wellicht in de toekomst nog meer functionaliteit bij. Smart Management is dus uitgebreider dan die control plane waar je eerder over sprak voor beheerders. Ja, absoluut. Het is een heel breed iets waar je eigenlijk je hele RHEL estate heel goed mee kunt beheren. En ja, daar zit eigenlijk nog een component bij dan, dat is Ansible Tower. En dat is dan niet onderdeel van Smart Management, dat is weer een apart product. Oké, en dat Smart Management, dat werkt on-premise en in de cloud of beide? Of? Het maakt eigenlijk niet uit waar je je RHEL koopt. Als je daar een Smart Management subscriptie bij koopt, kun je die Cloud Management Services voor RHEL overal gebruiken. Of het nou je eigen datacenter is of een van de grote public clouds. Of kleinere, het maakt niet zoveel uit. Voor Insights geldt dat je dat bij elke RHEL subscriptie die je koopt ook Insights al krijgt. Dus daar hoef je niet eens Smart Management voor te kopen. En ook dat is bruikbaar op elke footprint.